Zoals jullie dus kunnen zien is mijn auto behoorlijk vies. Ja. Nou, ik sta dus weer hoe toevallig bij Garage Den Helder. Ja. En ik ben benieuwd. Nou, joepie zeg. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog vanuit de tankstation Tamar. Het is vandaag namelijk maandag 28 augustus. Dus Katja, als jij dit ziet, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ja. En ik sta dus hier bij het tankstation, dus om dus weer te kunnen moeten gaan tanken. En dat betekent weer dat ik altijd mijn telefoon pak en de app erbij pak. Ik sta weer altijd op nummerootje 5. Ja. En het is nu op dit moment, mag ik niet liggen, waar staat de prijskaartding? 2,05 euro mensen. Het is gewoon 2,05 euro. Ja. Maar oké, wat doen we eraan? Twee keer, drie keer niks. Maar ik ga wel weer tanken. Ja, mijn eigen vaste, mijn eigenste benzine. 2,05 euro. Met een kunnen haken. Ja, nog gewoon 70 euro. Kijk, helemaal goed. Jammer dan, even iets meer. Hij is nog niet helemaal vol, maar oké. Ik heb hem wel weer even peuter in, zeg maar. Ja, dus daar gaat het om. Dus ik wens jullie gewoon weer heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Zoals jullie dus kunnen zien is mijn auto behoorlijk vies. Ja. Hij is echt vies. Waar? En dat heb je dus als je een tour doet en door de Veluwe. Ja. En dan van die leuke paadjes krijgt. Maar ik ga eventjes een beetje met de hoge druk spuit. Ik ga nou niet zo heel veel doen, maar gewoon eventjes dat het weer een beetje schoon is. En mijn derde remlicht is kadoek. Dus daar baal ik ook wel weer een beetje van. Dat mijn derde remlicht kapot is. Ja. Dus, maar ja, wat doe je eraan als de remlicht kapot is? Even helemaal heel weinig. Ja. Maar hij moet het wel doen. Dus ik heb nou net ook Ronnie Boy weer gevraagd hoe duur dat is. Dus ik moest kijken. Hier zelfs om een... Oh. Ik wil jullie wel wat laten zien, maar ik zie het zelf niet eens. Hier. Oh. Robin. Maar ja. Wel weer een heel leuk toertje gehad. Ja. Zoals jullie kunnen zien is hij dus nou weer redelijk schoon. Hij is niet helemaal goed schoon, maar hij is redelijk schoon. Kijk, ik krijg niet helemaal alles weg op dit moment. Maar het ging maar even om de buitenkant. Maar zoals jullie zien is dat wel weer redelijk schoon. Het is niet helemaal wat het wezen moet, maar kan er wel weer mee door. Dus daar gaat het mee voor. Dat hij weer schoon is. Ik dacht dat hij schoon was, maar schijn bedriegt. Dit is helemaal nog niet schoon. Maar oké. Het is wel schoner dan wat hij was. Nou, ik sta dus weer hoe toevallig bij Garage Den Helder. Ja. Kijk, maar ik lieg er niet om. Want, zoals wat ik al zei. Mijn achterlicht doet het dus niet. Dat is deze. Deze hier. Deze doet het dus niet. En ik vind het wel heel vervelend. Of het is een kabelbreuk, maar dat gaat Ron even bekijken. Zoals jullie zien is het dus inderdaad Den Helderstraat, nummerootje 25. Garage Den Helder. APK, taxatie en schadeherstel. Wist ik ook nog niet. En dan ben ik eigenlijk benieuwd of hij er dus ook en bij ons aan is gesloten. Bij welke schadeherstelbedrijf. Ik ben benieuwd. Hé, hey Ron. Hé. Hey. Nou. Hier en hier zitten kabels. Dat ja. En dat weet ik. Ja. Want die is al een keertje open geweest. Ja? En voor die daar. Waarvoor is die open geweest? Nou, en voor mijn achteruitrijcamera.
door te halen. Okay. Daar zijn we weer. Ja. Ja, ja, echt wel. Gelukkig zijn we er weer vandaag. Eén dag niet in de Jumbo is... Huh? Ja. Eén dag niet en bij de GLJ. Dat is één dag niet geleefd, toch? Zoiets. Ja. Precies dat. Zoiets. Helemaal goed. Helemaal uit. Ja. Jeuk aan mijn hoofd. Ja. En ik ben benieuwd. Nou, joepie zeg. Dat is veel nat. En dit eet ik toch helemaal niet op. Dus nee, niet voor mij bestemd. En ook niet voor hem, denk ik. Nee. Jammer, pech gehad. Hè? Jammer, hè? Ja. Dus dat. Ja. Zo, ik heb het druk achter mij, kijk. Yay! Daar gaat de baas weer. Dag, schat. Oh, waar even? Oh, niet zo snel. Ik moet hem zien te vinden. Oh, daar, ja. En probeer hierin te schijnen. Nee, je moet hem even goed schijnen. Dan niet. Ja, inmiddels is het al dus alweer bijna 11:30 in de avond. Ik heb nog wat even snel wat eten gemaakt. En na het eten ga ik even lekker lopen met de hondjes. Want het is ook erg hard nodig. Ja, degelijk. Dus dat staat even op een planning. Dus ik ga nu eerst even lekker eten. Nog een beetje editen. En dan ga ik hondjes uitlaten. Dus dat is even nu mijn planning voor nu. Dus dat ga ik dus inderdaad even lekker doen. Goedenavond allemaal. Ja, het is inmiddels alweer 1:30 in de nacht. Ja. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ik ga wel weer lekker deze vlog lekker afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Abonneer even hier beneden. En laat dan ook even gelijk een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.